Mijn naam is Pieter van Voorheest en ik ben een nazaat van een aantal VOC-bewindvoerders. Een van de bewindvoerders is Jacob van Voorheest, die hier hangt. Hij hangt hier in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Zoals u hoort zijn hier ook een aantal kinderen lopen hier nu rond en vergapen zich eigenlijk aan de verschillende onderwerpen, ook uit de Gouden Eeuw. Ik ben voorzitter van de familiestichting van Voorheest van Egmond van de Nijenburg. Deze stichting bewaart alle portretten, archieven en een poppenhuis die door de familie over de tijd zijn bewaard. Zo onder andere deze portretten zijn ook in de familiecollectie. Daarmee hebben we heel veel kunnen bewaren uit het verleden. De archieven bevinden zich ook nog heel veel VOC-documenten. Dus daar is ook nog interessant materiaal om eens doorheen te gaan. Een bijzonder verhaal is, dat is uit 1717, toen de zoon van Jacob van Voorheest naar Texel moest om de bemanning van een schip te kwijten van de reis. Op de terugreis kwam die Peter de Grote tegen. En Peter de Grote is op een roeibootje naar hem toegevaren en hebben zij tezamen een uur lang gedronken en geproost op een voorspoedige toekomst. Daarna is Peter de Grote vertrokken terug naar Rusland. Dat is dus een aardige levende geschiedenis waar mijn voorouders bij betrokken waren. Ja, ik denk van alle delen in de geschiedenis waar mijn familie bij betrokken waren, heeft zijn goede en zijn slechte kant. Je was als bestuurder ook verantwoordelijk voor het gerecht. Ja, en de Rode Steen in Horen, daar werden heel wat hoofden afgehakt. Als je er zo naar kijkt, denk je, ja, waarom zou je, ja, hoe ben jij daar als nazaat verantwoordelijk voor? Zo was de orde van de dag in die tijd. Hetzelfde geldt voor de VOC. Het is moeilijk in te schatten welke rol precies de Van Voorheest in de VOC hebben gehad naast dat ze aandeelhouder waren. Voor de rest zijn ze niet gaan reizen naar het Verre Oosten. Ze hebben altijd hier gezeten. Maar goed, er zijn ook kwalijke verhalen natuurlijk wat de VOC in het verleden mee geconfronteerd wordt. Ik kan er voor zover ik weet dat niet terugvoeren op mijn familie, behalve dat ze aandeelhouder waren. Maar het is ook nou niet iets om heel bijzonder trots op te zijn. Het is ook niet dat ik me daarvoor schaam. Het is levende geschiedenis. Het zij zoals het gegaan is.